Ik wil nu even iemand uitnodigen die vanmorgen heel spontaan ook kwam en een gedicht wil voorlezen voor Chuck. Dank je wel. Ik kom doe het akoestisch. Ja, ja, sir. Voor mijn leerlingen die dan. Dankjewel dat ik de gelegenheid krijg om dit te mogen doen. Mijn naam is Dennis van Duin van de Paul Kruggerschool. 9 januari heb ik hier al eens eerder gestaan om een ode te brengen aan de muzikant Chuck Berry. Chuck Dealey. Het is allemaal rock'n'roll. Het gedicht heet Ode aan straatmuzikant Chuck Dealey. Het is een muzikaal gedicht. De Haagse Pietstad was aangedaan, een straatmuzikant was heen gegaan. Chuck was zijn naam. Van Aartsen gunde hen een plek, Centraal Station Hema werd de stek voor de Amerikaan. Hij speelde zijn vingers tot op het bot, Jones gaf hem nog een straatverbod. Er kwam Haags protest. Dealey werd nog vaak gehuld, he keeps on rocking in the free world met een groot orkest. Maar 9 januari werd het stil, het is er nog steeds koud en kil, hij heeft nu vrij. In de Hall of Fame is hij opgenomen en rock'n'roll verder in onze dromen. Chuck will never die. Ik denk dat Chuck wel heel goed kan.